een aardig printje uit de pop. Ik denk dat dit een felicitatie daar is voor Lokkerton. In de eerste plaats natuurlijk. Johan, dames en heren, doelpunt te maken, nummer 27, de Konto. Doelpuntenmaker Ramon Pascal Lindquist. Geweldig allemaal van de... David, zullen we meteen even met het beroerste beginnen? De regen. De regen. Ja. Alles doodzonde. Viel ineens in het water, hè? Maar dan ook echt helemaal in het water. Ja, vooraf ga je natuurlijk uit van 90 minuten. En daar heb je wissels ook op toegepast. En dat is altijd leuk als iedereen minimaal een half uur kan spelen. Nou, we waren goed op weg. Alleen het laatste blokje mocht niet zo zijn. Nee. Het was toch echt helemaal gebeurd. Maar ik denk uit veiligheidstechnische overwegingen geen onverstandig besluit. Nee, het besluit snap ik volledig. De bal wou niet meer goed rollen. Spelers gleden behoorlijk door richting reclameborden. Dus dan is het gewoon gevaarlijk en terecht dat ze hem afblazen. Ja, dan kunnen we allerlei bespiegelingen loslaten over de wedstrijd. Maar ik denk dat dit gewoon een leuke kerst op een hele mooie taart was van een prachtig seizoen. Een 5-0 eindstand, dat zal in de boeken gaan. Ja, dat teken je voor, hè? Over 60 minuten gaan of 90, dat weet niemand. Bijna niemand. Dus
5-0 is een prima resultaat, denk ik. Ja. En we kunnen je reservekeeper feliciteren. Die heeft een nul gehouden. Die heeft een nul gehouden. Ja, klopt. Ja. Van Peter Paul Data, waar kunnen we dat niet zeggen, Peter Paul? 3 schoten op doel en ze gingen er alle 3 in. Toen dacht ik van, nou, dat wordt nog een hele moeilijke avond voor die beste jongen daar. Ja, je hoopt dat het wat anders gaat. Dat je in bloedvorm bent vandaag en dat het nog wat wordt. Maar inderdaad, het was een lekker rendement deze keer. Dat was 3-3. Ja. Ja. En Marvin heeft heel goed gedaan natuurlijk met de nul. Ja. Zeker. Maar ja, wel zonde van de regen, hè, wat David ook zegt natuurlijk. Ja, die jongens die het laatste stuk hebben mogen spelen, die hebben te kort gespeeld eigenlijk. Ja. Met wat voor idee ga je zo'n wedstrijd in? Nou, vooral genieten. Hè. Je komt het veld op. Ja. Dubbel rij publiek. Fantastisch natuurlijk. En je wil natuurlijk wel wat neerzetten. Hè. Zo lang mogelijk natuurlijk de nul houden. Hopen dat je nog een keer er doorheen komt. En dat uiteindelijk zo 5-0 eindigt, wat David ook zegt, dat gaat uiteindelijk de boeken in. Dus ik denk dat we daar best blij mee mogen zijn. Ja, geef hem even aan je buurman Joris. Nou ja, 2 buurmannen verder moet je dan even. Joris, ik moest even heel sterk nadenken. En wanneer schoten ze ook alweer op doel? Jullie proberen het een keer vanaf een middenstip. Zo van, misschien lukt dat ook nog wel eens een keer. Maar er zijn van die clubs, dan lukt dat wel. Maar de keeper die stond te lachen die dag van, ja, dag. Ja, nee, dat is tegen Sias een keer gelukt, maar het is toch een ander niveau. Ja. En ik denk dat we nog een corner hebben gehad die nog verlengd werd. Maar voor de rest hebben we zelf weinig kansen gehad. Nee, maar net wat David zegt, 5-0, teken je voor, hè? Ja, absoluut. Voor jou persoonlijk, Joris, zo'n wedstrijd, die vergeet je nooit meer, denk ik. Nee, en ook mede omdat mijn vader met de kapsalon 40 jaar bestaat. En dat hij het eigenlijk mede georganiseerd heeft. Er zit natuurlijk een heel team bij die het geweldig hebben gedaan. Het zag allemaal prachtig uit. Er zijn ook heel veel vrijwilligers op de benen gekomen. Dus we gaan zo nog even de tent in en dan gaat het feest door. Ja. Maar die wil ik heel graag bedanken. En het zag er echt super uit. En hoe zo'n dag dan verder verloopt, ondanks dat we dan 20 minuten niet hebben gespeeld, maakt eigenlijk niet meer uit. Nee. Ik vind deze dag al zeer geslaagd. Wat dacht je toen je vader hoorde zeggen van, Joris, hey, we gaan Groningen halen? Ja, Loppersum. Soms dan heeft hij van die ideeën en dan denk ik, je krijgt het niet voor elkaar. En een beetje brutaal zijn misschien. En dan gaat het balletje rollen. En dan lukt het uiteindelijk ook nog. En dat ze dan eindelijk akkoord gaan, dan ben je natuurlijk nog lang niet. Wat ik net al zei, er moet superveel georganiseerd worden. En dat is heel goed opgepakt met een heel mooi team. En dat hebben ze geweldig gedaan. Ja, David, even weer naar jou. Heb je veel moeite moeten doen om die jongens op scherp te krijgen voor deze wedstrijd? Nou, als dat zo zou zijn, dan hadden we denk ik een probleem qua mentaliteit. Ik denk dat iedere jongen dit en iedere speler enorm graag zo'n wedstrijd wil voetballen. Ja. Voor heel veel publiek en tegen een profclub. Dat is waarvoor je voetbal zit. Ja. Dus nee, ik denk niet dat ik dat probleem gehad heb. Seizoen afgesloten, klaar. Vakantie, noem het allemaal maar op. Het komt er allemaal aan. Ja, morgen sluiten we nog even af. Dan gaan we meehelpen met de boel afbreken. En dan sluiten we met de eerste selectie het seizoen af. Ja. En dan eerst op vakantie. Nou, Peter Paul, je laatste wedstrijd. 3 goals om de oren. Ik denk niet dat ze erg pijn hebben gedaan, hè? Nee, maar ik hoop wel dat ik volgend jaar weer een pack de nul weer kan houden. Maar inderdaad, het had anders kunnen aflopen. Ik denk dat we hartstikke blij mogen zijn. En, ja. En ook voor jou telt waarschijnlijk net als voor de beide heren. Zo'n wedstrijd, die schrijf je bij in je geheugen, die vergeet je nooit weer. Zeker weten, zeker weten. Tot volgend seizoen, mannen. Tot volgend seizoen.